Het coronavirus brengt ook eenzaamheid teweeg. Thuisteam Twente onderneemt allerlei maatregelen hiertegen. Zoals bellen, een kaartje sturen of een mailtje. In het Schuttervaar is eigenlijk een verzamelgebouw waar diverse organisaties zitten. Inloop A is een van de bekendste. Dat is de dagelijkse inloop waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een praatje en activiteiten. Vanwege de gevaren van besmetting van griep en corona hebben we de dienstverlening wat moeten verminderen. De inloop is even teruggebracht naar een huiskamer van cliënten, voor cliënten van Thuisteam Twente. Dat heeft als de reden dat je moet voorkomen op dit ogenblik dat veel mensen op een kleine ruimte bij elkaar gaan zitten. Want ook in de zorg merk je gewoon dat de druk aan het toenemen is. Steeds meer mensen krijgen griep en natuurlijk is er ook het coronavirus op de achtergrond. Doordat mensen ziek worden, hebben ze meer hulp nodig. Tegelijkertijd zie je ook dat medewerkers ook last krijgen en uitvallen. Dus het is een heel gepuzzel om alles voor elkaar te krijgen. Wij hebben daarom ook wat maatregelen moeten nemen. En ik weet dat andere zorgorganisaties daar ook mee bezig zijn. De hulp bij de huishouden wordt op dit ogenblik bijvoorbeeld geminimaliseerd tot echt wat nodig is. En ook daarbij proberen wij zo veel mogelijk te voorkomen dat meerdere medewerkers bij cliënten over de vloer komen. Dus op dit ogenblik komt het voor dat de verpleegkundige die toch bij mensen moet komen voor bijvoorbeeld wondcontrole, daarna zich goed schoonmaakt, ontsmet en daarna ook nog even een stuk huishouden doet. Daar worden natuurlijk wel de veiligheidsmaatregelen bij genomen, zoals handschoenen, waar nodig ook een mondkapje wat wel werkt. Maar in principe gaat de dienstverlening gewoon door, want je praat wel over kwetsbare mensen. Maar als we met z'n allen een beetje oppassen, dan moet dat goed komen. Op dit ogenblik moeten wij de inloop helaas even sluiten. Met name voor de mensen die hoesten, niezen en dergelijke, want dat geeft toch de grootste kans op verspreiding. Wij zijn ook lid van de coalitie Kom Erbij. Dat is een samenwerkingsverband van sociale organisaties in Almelo. En wij zijn op dit ogenblik druk bezig om ook initiatieven te ontplooien om in ieder geval de eenzaamheid die hierdoor gaat ontstaan enigszins te verlichten. Je kunt je voorstellen als je de hele dag al in huis zit en of dat nou gewoon thuiswonend is of in een instelling en er komt niemand over de vloer, dat je dan aardig eenzaam kunt voelen. Dus we hebben ook een meldpunt geopend waar iedereen uit de stad zijn initiatief kan per e-mail heen kan sturen. En er komen al hele mooie initiatieven binnen. Stichting Procent heeft vanmorgen aangeboden dat de medewerkers van hen en de vrijwilligers die ze hebben ingezet kunnen worden voor een telefooncirkel, noem maar op. Ook vanuit de landelijke coalitie tegen eenzaamheid komen hele mooie initiatieven en zijn hele simpele oplossingen. De oproep is om wat vaker met mensen te bellen, eventjes wat korter, maar je kunt beter elke dag even telefonisch contact hebben. Maar ook gewoon stuur eens een ouderwets ansichtkaartje. En als je op dit ogenblik kijkt op de website van het Oranje Fonds, dan zie je daar een aanbod waarbij je kunt aanmelden en dan krijg je gratis enkele ansichtkaarten opgestuurd die je vervolgens weer kunt volschrijven en naar iemand kunt opsturen. Om daarmee eigenlijk op een wat ouderwetse manier toch contact met elkaar te houden, maar ook inderdaad het gevoel te geven van we zijn je niet vergeten.